als ik mensen aanspreek op straat in vallende schemen vooral als het jonge vrouwen zijn dat je ziet, ook al voor de affaires van de laatste weken, dat je meteen een, een doodsangst in hun ogen ziet, oh god, mijn laatste uurtje heeft geslagen een, een, een dikke verkrachter zou ik hem er nog uit kunnen lopen? Nou, misschien net. Maar ik moet wel zorgen dat ik, dat ik in ieder geval op de fiets blijf voeten. op de trappers voor het geval die ineens een gruwelijke sprong in de richting van bij een fysiek maakt. Dat zoiets. Het verlossen. Kunt u mij horen? Hé, hey hey, goedemiddag. Kijk, we hebben vandaag een mooi uitzicht op, wat is het, een studentenwoning? Uh, ja, hier rechts. Dat is... Uh... Even dat ding pakken. Hier rechts op de hoek. Dat is een reusachtig huis. En dat is, ja, nou, ja, ik neem aan dat dat beleggers zijn verkocht. Moeilijk te, moeilijk te verkopen. Is natuurlijk Pal aan uh, Jan van Skorelstraat. Dat is punt 1. En punt 2, waarschijnlijk toch te groot voor een enkel gezin. Ja. En ik weet niet hoeveel, we er wonen nu, geloof ik, 14 meisjes in of zo. En in het algemeen hebben we daar weinig last van, maar. Op de zomerse avonden, zomerse nachten. Dan denk je wel eens potverdrie en dan hoor ik de buren wel eens verontwaardigd roepen. Of ze nou, God beter het hun bek niet dicht kunnen houden. Daar hebben die buren dan wel groot gelijk in. Ben je gevoelig voor zeg. geluidsoverlast? Ik was het. Ik was volstrekt neurotisch op het punt van geluidsoverlast. Maar dan hebben we het over 30 jaar geleden of 40 jaar geleden of zo. En ik, als ik heel in de verte hoorde, ik dan muziek aanstaan. En dan ging ik kijken waar het was. En dan ging ik daar aanbellen en zeggen dat dat zo absoluut niet kon. En dat ze die klote muziek uit moesten zetten. En tegenwoordig, je hebt natuurlijk wel eens mensen die in de straat werken. Nou, dan heb je een hele dag, heb je dan van niet af. Want dat moet ik er wel even bij zeggen. Wat wordt dat tegenwoordig een afschuwelijke platte klote muziek gemaakt? Het is. Je bent eigenlijk verrast als er eens een aardig nummer tussen zit. waarvan je denkt: hé, hey, dat is muziek. Want het is tegenwoordig natuurlijk allemaal computerwerk, zoals je weet. En daarmee is de muziek niet vooruit gegaan naar mijn idee. Misschien dat muziekkenners daar anders over denken, maar. Dus ja, dan denk ik altijd: graag. het is een dag en morgen is het weer voorbij. Maar bijvoorbeeld in het park, daar staan vrij regelmatig grote groepen mensen. die al vanaf 12 uur met alcohol intake beginnen. Ja, die hebben vaak, want dat is een van de meest rampzalige technologische ontwikkelingen. Dat je tegenwoordig zo'n heel klein batterijgedreven doosje kunt kopen. Waar onbeschrijfelijk hoeveel het herrie uitkomt. Ook altijd weer van muziek. Dat je denkt, muziek, muziek. Ja, dit is helemaal geen muziek. Dit is gewoon, het is niet eens georganiseerd lawaai. Het is gewoon lawaai. Maar ja, mensen vinden het prachtig kennelijk. Ja. En als je mensen hoort praten, dan als je de buur hoort praten, leid je dat ook af? Nee, niet echt. Nee, Ik ben veel uh, rustiger geworden op dit punt. Ja, je hoort de buren wel eens praten, of je hoort hoe heet het is een sapventerivuugje draaien, dat soort van dingen. Maar ik, nee, ik leg er totaal niet wakker van. We hebben hier natuurlijk een school op de hoek, de Frans Hallschool. En die kindertjes die maken twee keer per dag hebben die speelkwartier. Ik weet niet hoe het tegenwoordig heet, pauze of zo. Ik noem het altijd speelkwartier. En die maken een enorme herrie, maar ik vind het, dat die kinderherrie, dat vind ik wel leuk om te ja, horen. Ja, dat heeft wel wat. Dat dat, komt... Daar word je opgewekt van, van kinderherrie. Ja. Maar hoe komt het dat je dan uh, verdraagzamer bent geworden? Minder neurotisch, denk ik toch. Ja, ik weet niet, dat de simpelste verklaring is dat ik toen mijn dissertatie nog niet af heb. En nu mijn dissertatie ondertussen al. Je, nee, we rekenen meer dan 40 jaar af, heb ik zoiets uh, zal het zijn, ik ben gepromoveerd toen ik 39 had, was, geloof ik. En maar ja, sinds die tijd. Het geldt ook voor mijn dromen, dat is zo interessant. Ik heb jarenlang gedroomd dat ik mijn eindexamen niet gehaald had. Dat ik gezakt was. Maar dat ik toch maar was gaan studeren. Dat ik dus eigenlijk een oprichter was. Dat ik zonder de noodzakelijke diploma's was gaan studeren. En dat, dat kwam ontzettend vaak voor. Er zijn ook varianten dat je, je komt binnen in het eindexamenlokaal en je denkt, Hey, ik wist helemaal niet dat er in dit vak een eindexamen werd gehouden. Dat soort van dingen. Of, god, ik wist niet dat we dit hoofdstuk ook moesten leren. Eh, maar dat is het. Toen ben ik gepromoveerd. En kennelijk omdat ik de hoogste treden van het opleidingsniveau had gehaald is het afgelopen. Dit heeft me nooit meer geplaagd. Ik heb van dat eindexamen al... Nou ja, 40 jaar niet gedroomd. Nou, dus dat is... Misschien herkennen mensen wel... die ook aan het afstuderen zijn nu. Ach, oh, dit is een droom die, die, die... volgens mij bij vrijwel iedereen... die langdurig met het onderwijs te maken heeft gehad... voorkomt. Ja. de mensen kunnen reacties insturen en ik ben ervan overtuigd dat er enorm veel zijn. Ja. Overigens, het is wel zo als je dus een, een pand hebt, zeggen ze altijd je kunt beter meisjes erin hebben, want die, uh, zoals hier bij dat studentenpand, want die houden het pand nog een beetje netjes. Jongens, die maken er een bende. Nou, ik zou zeggen dat is een, een opvatting die genuanceerd moet worden. Ja? Ja, studenten zijn de meest, de meest destructieve bewoners van panden die maar denkbaar zijn. Kan zijn dat jongens nog erger zijn dan meisjes, maar die laatste zijn ook volgens mij vrij destructief. Wat doen die dan? Nou, in die tuin is het ook vaker rommeltje en het staat vol met fietsen. Ja, ja. ja, Ik ben er nooit binnen geweest, dus misschien is het binnen wel kraakhelder, maar daar heb ik zo mijn. Twijfels over eerlijk gezegd. Kijk, als je een pand hebt wat jij weg wil hebben. dan moet je er gewoon tien jaar lang studenten laten wonen. Dan is het vanzelf een ruïne geworden. Dat ik wel eens, ja. He, dan, dan zegt de gemeente: nee, dit, dit kan zo niet, dit moet weg. Of, of wacht even, of, want je kunt er ook de Nederlandse landmacht in stoppen. Dat heeft hetzelfde effect. Ook wel eens gehoord dat dat echt. Als ze ergens militair in hebben gezeten, is het volledig uitgewoond. Ja, maar die studenten zijn blij dat ze ergens kunnen zitten. Dat ja, ze überhaupt. Ja, een zo'n fantastische plek ja, natuurlijk. Het is niet dit. Ja. He, je je zult maar in een of een ongelooflijk lullig flatje drie ogen achter zitten in, in, in Utrecht West. Dat is, he, dit is luxueus wonen. Ja. Of je woont bij je ouders, want dat zijn ook heel veel studenten die dat Ja, maar goed, dat is al lollig als je ouders in Utrecht wonen natuurlijk, maar je ouders zullen maar in Budel wonen. Ja. Ja, dan moet je met het openbaar vervoer op en neer. Ja. Ga er even uit dat als je een auto zou hebben. dat je dan zo... Nou ja, enzovoort. Ja. We hebben veel reacties gekregen op de. Uh, uh, hoe heet het? Vergeten voorwerpen. Ah, wat, wat zijn de suggesties al zo? Nou, ik vond een van de leukste suggesties van Remco. Remco is architect en die zegt er is een soort van ministerie. Dan moet ik eventjes kijken hoe hij het precies zei. Maar het ministerie dat het in ieder geval een beeld brengt. Allemaal voorwerpen die dus niet meer eh, te doen of die niet meer... Beeld. Ja, was dat niet een initiatief van een, een kunstenaarscollectief in Wageningen? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik heb ook een daar ben ik over gemaild door iemand. Ja, hij zei aardig idee. In, een, in onbruik geraakte zaken, zo noemde hij het. Dat is ook ja, wel mooi. Wat is het. Ja. En hij zegt er is een ministerie van in onbruik geraakte zaken. Dat is gestart. Bekijk de website, dus zegt hij, en laat je mee Voeren in een verzameling met een hoog AH-erlebnisgehalte. Ja. Remke van der Weert zegt dat, uit Wageningen inderdaad. Ja, zie je dus, dat, dat had ik, daar heeft iemand me mm -hmm. over gemaild. dus kennelijk is er al iemand eerder op dat idee gekomen. Ja. Ja, ik stuurde ja. jou dit door. En als, je dan dan dat je natuurlijk, als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, dan heb je, heb je ook ervaring met het feit dat dingen die volkomen vanzelfsprekend waren, op een goed moment verdwijnen. Ja. Nou, ik zie hier bijvoorbeeld staan de telefoon met de draaischijf. Die staat daar op de Ja, zijn. en vooral deze ontzettend lelijke telefoon met de draaischijf. <laughs> namelijk met die, met die kotskleur. Ja. Een <laughs> ontzettend vreselijk ding werkelijk. Boon niet waar, ze veel te licht. Want mijn grootouders bijvoorbeeld hadden een, een enigszins hier aan denkend model. Wat veel ouder was. Dat was zwart. En, en, en dat ding was loodzwaar. Maar dat, dat, had, dat had een soort charme. Dat dat ding zo zwaar was. En die draad die eraan zit. Je kon niet eventjes uh, ondertussen. Nee. Nou, maar ja, zoals je weet heb je, had je vaak dat de telefoon in de gang hing en dat er dan een hele lange draad aan zat. Zodat je eigenlijk je hele onderverdieping kon belopen met de draad erbij. Dat kon ook. Ik weet ook nog heel goed dat we voor het eerst een telefoon hadden die geen draad meer had. Een of andere simpel wifi systeem, bluetooth of weet ik wat het is. Nou, dat vond je een wonder Waardoor je eigenlijk ook als het helemaal niet nodig was, altijd dan zo ver mogelijk van de telefoon af ging zitten. He, zo moet je mij eens kijken. En waar is dat witte knopje voor? Wat rechts beneden? Geen zit? idee. Er zit zo'n werk... wit knopje op wat je op Ken kunt drukken. Geen idee. Hey, en hoe werkte dat met die draaischijf? Je moest eerst het nummer pakken, dus als je de 0 moest, je eerst naar de 0 moest je helemaal naar het begin draaien. Hè? Ja, want het is een mechanisch systeem. He, dus die he, maakte van die klikjes. Dus ja, als je de 7 deed, dan had die 7 klikjes, zal ik maar zeggen. Ja. Dus je moest goed onthouden welk nummer je al gehad had. Als je er eentje, dat je denkt, wat heb ik op al Ja, maar ingepakt? dat geldt toch net zo goed voor, voor de mobiele telefoon. Behalve dat de mobiele telefoon zijn eigen telefoonboek bij zich heeft. Ja, maar je kunt zien welke nummertjes je intikt. Als ik jouw nummer moet bellen en je staat niet in mijn telefoon... Oh, dat zou kunnen, ja. Het dit, dit gaf geen enkel probleem, kan okay. ik je verzekeren. Okay. Dit is een probleem wat je er achteraf in projecteert, maar... Ja, ja, het was even verkeerd. Nou, dan drukte hij op dat, dat ding daarboven en dan ja. belde hij opnieuw. Okay, dit is dus een Bovendien, laat ik daar aandacht op vestigen. Zolang we deze telefoons hadden, kende ik alle telefoonnummers van mijn vrienden en familieleden uit mijn hoofd. Ja. En, en nu weet ik nog het nummer waarmee we ooit begonnen zijn in de havenstraat in Wageningen: 83 74002 En alle andere ben ik vergeten. Als je dat nu belt, wie neemt dat dan op? Niemand, want dat nummer is ingrijpend veranderd. Zelfs het kengetal is anders geworden. Ah, oké. Okay. Dus ik denk dat je dan niet mevrouw krijgt van: dit nummer is, wordt niet gebruikt of is niet in gebruik. Ja, of zoiets. Ik had inderdaad nog een hele lange tijd dat ik het nummer van mijn oma, die is inmiddels al heel lang overleden, dat kende ik uit mijn hoofd en ik kwam het laatst nog in mijn telefoon tegen. Het stond er nog in en toen ging ik kijken of ik het nog wist, maar ik was het toch vergeten, omdat je toch met die mobiele ah. telefoon alles. Uh... En als je dus wat ouder wordt, je, je hebt meestal zo'n zo boekje van vroeger met de telefoonnummers en dat hebben wij ook nog, ziet er niet uit, een heel oud boekje en een groot deel van die nummers is die mensen zijn overleden. He, dat, dat ligt voor de hand ja. bij mensen die zo oud zijn als wij omdat je vaak kennis had die nog iets ouder waren dus die zijn daadwerkelijk overleden en dat heeft toch iets, iets angstigs als dus je ziet hoeveel van die mensen overleden zijn. Ja miniogz.nl uh, uh, mini dat is dus de site waar in ieder geval het ministerie van in onbruik geraakt oh, nou, is ik zal eens kijken hoe het zit want je kunt natuurlijk heel snel van alles nog wat bedenken nogmaals ik, heb, uh, ik raakte aan dit onderwerp doordat ik, ik geloof een artikeltje las in over een bijzonder aardige website die heet de browser en de browser die geeft je elke dag uh, een, een moet je dat zeggen? Een intelligente keuze uit de beste dingen die op het internet gepubliceerd zijn. En dat is, zijn vaak hele aardige leuke dingen waar je anders nooit aangekomen zou zijn. En dit, dit stukje, ik neem even een slokje, ja. ging over de rekenliniaal. En omdat ik een hele concrete herinnering heb aan de rekenliniaal, namelijk die van mijn opa, en, en ik had, ik zweer het je, ik denk toch dat ik in 30 jaar. Wanneer is mijn opa overleden? Vroeger in jaren 80. Heb ik, nooit, heb ik niet aan de rekeliniaal gedacht. Maar hij gebruikte dat ding. Nou, misschien niet in de laatste jaren van zijn leven. Hij is 96 geworden. Maar in een groot deel van zijn leven gebruikte hij de rekeliniaal voor van alles en nog wat. Hij was elektrotechnisch ingenieur. En ingenieurs en mensen met een betere opleiding gebruikten rekenlineaal. En hij heeft mij, toen ik nog een jongetje was, ook een aantal hele simpele bewerkingen op de rekenlineaal heeft hij mij geleerd. Die ik overigens compleet en totaal vergeten ben, want wat ik al zei, ik heb 40 jaar geen rekenlineaal gezien. Maar ik denk, ja, God, dat is waar. de rekenliniaal, De rekenliniaal van mijn opa, is dat niet curieus? Hm. Hm. Heb je in de vorige aflevering uitgebreid verteld? En toen heb je gezegd, ga iedere week ga ik een, een onderwerpje erbij. Houden. Zo is het. Ja. Nou ook, die, die rekenliniaal, die overigens al heel oud is, die is uit de 17e eeuw, dateert die in. Heeft iets te maken met het, het toen ontstaande gebruik van logaritmen. Daar hoeven we verder niet op in te gaan. Dat wordt allemaal verschrikkelijk ingewikkeld, natuurlijk. Uh, maar die rekenliniaal is verdwenen heel pf, plotseling. Omdat in ongeveer 1980 een spotgoedkoop elektronisch rekenmachientje kwam. En nu komt het punt natuurlijk dat aan de ene kant zeg je van ja dat spreekt vanzelf. En andere dingen, rekenliniaal. Hij was helemaal niet onhandig, dat ging snel. Het, het blijkt ook veel nauwkeuriger te zijn geweest dan veel mensen eigenlijk denken. Je kunt het rekenliniaal aanpassen aan het doel. Wat mij heel frappeerde is dat de ontwerpers van verbeteraars van de stoommachine. Van een rekenliniaal hadden die speciaal geschikt was voor berekeningen die de stoommachine betroffen. James Watt en, en zijn konijt Bolton. Uh, en dat is op andere terreinen ook mogelijk. En er is ook iets verloren gegaan met het verdwijnen van de rekenliniaal. Want door het gebruik van de rekenliniaal. ben je ook beter, besef je beter wat je eigenlijk aan het doen bent. Want laten we wel wezen, zo'n rekenmachientje, ik geloof dat de eerste van de hewlett packard ap machientjes waren. Dat is een blackbox, je ziet niet wat er gebeurt. Maar dat is de mop van een rekenliniaal. Ja, je moet al een zeker inzicht hebben in de berekening die je wilt uitvoeren. En dan zie je op de rekenlineaal, ja, zie je ook, laten we zeggen, de verhoudingen. Ja, of het kan van alles zijn, uh, ik niet waar wat betreft, kan er heffen tot de macht, zo, zo, of zo kan wel alles zijn. Dat zie je allemaal, dus je, je weet beter wat je doet. En toen dacht ik natuurlijk onmiddellijk aan het GPS-systeem, ja. wat omstreeks dezelfde tijd eh, geïntroduceerd is. Eh, het GPS-systeem hebben wij te danken aan de Koude Oorlog, dat is namelijk een positiebepalingssysteem, wat met, uh, ik geloof, 14 satellieten werkt of zoiets dergelijks. Je hebt er vier nodig om de positie nauwkeurig te bepalen. En wie bedacht het? Het Amerikaanse leger. Het Pentagon heeft dat bedacht. Want die wilden weten op elk denkbaar moment. op welke plek op de planeet ze aanwezig waren. En je weet dat Amerika zijn veiligheid altijd in mondiale termen heeft gedefinieerd. Hadden ze dat maar niet gedaan. Maar goed, dat hadden ze wel gedaan. En daarvoor was dat systeem ontwikkeld. Wat zo geweldig was, dat ook Europa een eigen systeem tot stand heeft gebracht. Ik weet echt dat SOCSUF, niet precies of dat nou klaar is, of dat werkt ja of nee. Of we nog steeds het Amerikaanse systeem gebruiken, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Maar in, in ieder geval het GPS-systeem. Vanaf dat las ik ook, wist ik helemaal niet. Overigens in het boek waar ik het over ga hebben, komt dat GPS-systeem, over liever gezegd, wat het daarvoor was, niet voor. Eh, want daar gaan we het zo over hebben. En dat GPS-systeem zou, dat, was, dat bestond al enige tijd, maar is vrijgegeven door Ronald Reagan. Kijk, er verschijnt weer zo'n zo zo reuze auto. Dat is toch, een Mitsubishi, als ik het wel. Ik heb nog heb he? iedere keer zoiets, maar die hebben allemaal van die piepjes aan boord. Je denkt iedere keer ze beuken je helemaal in elkaar als ze gaan investeren. Nee, dat doen, dat doen ze niet. Ze zijn wel veel te groot. Ik heb ook al eerder geconstateerd, maar met genoegen constateer ik het weer: dat alle winst die wij gemaakt hebben met het zuiniger maken van automotoren, <laughs> is verloren gegaan door de opkomst van de SUV. Een totaal overbodig soort van klote auto. Goed. Maar even één ding daar wel, want wat we heel grote gezinnen zeggen: dat is heel handig, want dan kunnen we in ieder geval iedereen in die oh, auto nemen. Wat is er mis met de oude Westen Stationwagen? Niks, toch? Ja, Oude state, daar past het ook in, daar heb je gelijk in. Hey. Zo'n fijne doos, zo'n Volvo, van die rechte lijntjes en zo. Zo'n lange bak. Of zo'n VW Passat, dat soort, dat type van auto's. Hartstikke ruime ja. auto's. Maar als je vier kinderen mee. hebt, dat komt nu niet meer zo vaak nou, voor. Ja, die kun je er allemaal achterin proppen. Ja, en ook als je nog een hond erbij vier hebt. vier kinderen. Hoeveel mensen ken jij met vier kinderen? Nou, ik was te... toevallig deze week, hoorde ik iemand die had begonnen aan zijn derde kind. Hij begon aan zijn derde ja, kind. Ja, dat klinkt een beetje vervelend. Dan durf ik nu ja. al te voorspellen dat de vierde er niet van zal komen. Hoezo niet? Nou, omdat als hij er drie heeft, hebben ze de handen eraan vol. Ja, maar ik dacht met twee denk je al, dat is uh, veel. Nee, dat vind ik nou zelf niet. Ik, had er wel, ik heb er twee natuurlijk. Wij hebben er twee. Maar ik had er wel wat meer willen hebben, zeker. oh ja? Wat, ja. En hoeveel dan? Ik ja, woon ruim. Het inkomen, dan brak ook verder niks aan. Nou ja, drie lijkt me wel lollig. Maar wat voegt die derde dan toe? Nou, de tragiek is natuurlijk als je een derde hebt dat er één in het midden zit van twee, van die twee anderen natuurlijk. En, en als dat, en, en, laten we zeggen, twee meisjes zijn met een jongen in het midden, of net omgekeerd, twee jongens met een meisje in het midden, dan bestaat toch het, het gevaar dat, die, dat de, de, de middelste dat die zich een beetje geïsoleerd voelt. Dat hij niet het hij die hij voelt zich ongehoord. Ja. Heeft tegenwoordig is dat volgens was ongehoord was van. van ...ongehoorde grootte... ...maar nu is ongehoord dat er niemand naar je luistert... Nee. ...dat is heel nieuws... ...ongehoord Nederland... ...ja dat zijn juist Nederlanders... ...waar we veel te veel naar luisteren... ...maar goed, die vinden zichzelf ongehoord... ...dat is ook heel gek... ...dat vaak mensen die waar heel goed naar geluisterd wordt... ...toch het gevoel hebben dat ze ongehoord zijn... ...en die hebben eigenlijk een ingebouwd gevoel... ...dat ze gediscrimineerd worden... ...wat er ook gebeurt... ...het is nooit goed... ...dus ja, bij drie zit je al... Hè? Ik zal maar zeggen, ik heb een broer, die jongen. Dat is de jongste van de drie. Dus, en uh, ik ben de oudste en mijn zussen zitten tussenin. En die heeft toch ook wel de neiging om te zeggen... ja, dat, dat, dat zij toch wel een beetje ongehoord is gebleven. Jazeker. Dus dan, ja, dan neig je toch tot vier. Ja. We kwamen op dit onderwerp... Dus ik ben daar, ik ben daar niet tegen. Te meer natuurlijk, omdat als je kijkt naar de demografische cijfers... dat het modale Nederlandse relatie produceert... Uh, ik geloof 1.6 kind. Dat zijn statistische cijfers, dat zul je begrijpen. Nou ja, voor vervanging hebben we er al 2.2 kinderen nodig per relatie. Dus je ziet. Ja. Ja, je kunt er best af en toe zo'n lekkere uitschieter van drie of vier bij hebben. Precies. Ik moet even die meneer die zei van ja het ontbreekt aan focus in deze podcast. En die zei die presentator die moet meer de, de leiding houden. Die, die zal ik even zeggen dat is, het, dat is hoe dit gaat in deze podcast. Dus het format kun je zeggen. Want we begonnen bij de SUV. Toen kwamen de kinderen. Maar het ging eigenlijk over GPS. Daar, waren ja, we, daar, daar gaan we zo ook ja. over door. Nee, daar is, daar is hier eigenlijk geen focus over. Die zet. Er is een breed focus. En het focus ja. betreft eigenlijk. Die dingen die toevallig in mijn hersens op het scherm verschijnen. Precies. Want je weet, in je hersen zit een heel groot scherm. Ja. Kleurenscherm, echt. Tegenwoordig ook een ledscherm. Echt van, of misschien een oledscherm zelfs. Ja. En daar verschijnen vaak volkomen spontaan. Verschijnt daar van alles op dat scherm. Precies. En net als in die, in die hoekjes, zal ik maar zeggen, wat je, je hebt toch ook van die schermen, tv-schermen, Waar we al wel drie of vier verschillende programma's op draaien. Ja, dat klopt. Precies. Ja. ja. Big F zegt geen dit. focus, dat vind ja, ik ook wel. Ja, het is anonieme. Dat is jammer van het regelmatig ontbreken van focus. Ik moet steeds vooruit spoelen, zegt hij. <laughs> om het te kunnen blijven volgen. Dus. Hoe heet die meneer? Ja, Big, Big F. Ik, dat, dus Och, echt... jee, anoniem. Ja. <laughs> Wij luisteren niet naar anonieme klachten. Zal ik u eens wat vertellen? U heeft geen focus. U heeft geen naam en ook geen focus. U zou zich moeten schamen. Big F, Luldenbanger, Napoleon uit Brabant. Ja, dat is een, een afschuwelijk verschijnsel, die anonimiteit op het internet. Ja. Kijk, Koos en meneer Perenboom... Die, die. Precies, dit... ik heb niks tegen Koos, die begrijpt er ook niks van, maar ik, we hebben niks tegen hem. Nee. Maar dit is gewoon een luldebanger. De GPS. Ja, de GPS. Ja, uh, dus dat begin, is begin, begin jaren 80. Wat ik niet wist is dat Regen het systeem, wat voor die tijd niet toegankelijk was voor, bijna niet-militair, ter beschikking heeft gesteld vanwege die, eh, hoe heet het, die Boeing van eh, 747 van de Koreaanse eh, vliegtuigmaatschappij KAL007, KAL ja, wat zijn in haar nummer? Want um, die was verdwaald boven de Sovjet-Unie, is toen neergeschoten. Heel drama heeft geen mensen toen overleefd, natuurlijk, dat begrijp je. En, en hij was verdwaald, en dus hij had zijn positie niet nauwkeurig bepaald. Dus hij rekende: oké, okay, iedereen kan in voertuig gebruik maken van dat GPS-systeem: Global Positioning System, dat is de afkorting. Dat betekent de afkorting. Uh, en maar met iets minder nauwkeurigheid dan het militaire systeem. Het militaire systeem is ook op een meter nauwkeurig. En het systeem wat, wat niet-militairen kunnen gebruiken, dat is 10 uh, meter of zo. Maar, dat maakt ook verder geen klap uit. Als je, maar wat we altijd vergeten, of wat we nu vergeten zijn, nu we altijd dat ding, hè, je typt het in, en, uh, ja, Kerkhofstraat 95 in Buurdel en zonder dat je enig probleem hebt. Zonder dat je ook in de verste verte weet wat je aan het doen bent. Rij je naar de Kerkhofstraat in Buddel. En de vraag is natuurlijk: hoe deden we dat vroeger? Het was een enorme opgave, kan ik je verzekeren. Ik heb de gekste dingen meegemaakt. Hè, dat, je, dat je op zo'n avond. op hè, het met vallende schema. dat je verdwaalde in een buitenwijk van Breda. waar je dan een of andere lezing moest gaan houden. En dat je geen idee had waar je was. We hadden toen het Shell 1000 Stratenboek. Daar, als je een beetje geluk had, stond de straat daarin. Er natuurlijk een register op enzovoort. Maar lang niet altijd. Het Shell 1000 Stratenboek was namelijk een heel arm, onnauwkeurig instrument. Vandaar dat je wel eens verdwaalde. En dan in de vallende schemer belde je in Breda aan bij een deur. En. En die deur wordt niet open gedaan. Dan verschijnt een mevrouw, dat is wel duidelijk. En meestal heb je zo'n rijtjes in de deur. Maar die doet jou niet open. Hè? Want ik heb mijn uiterlijk tegen. En dan misschien tegenwoordig zou ze wel open doen en zeggen: Oh, wat leuk, de slimste mens. Dat weet ik niet. Maar ik heb met deze mevrouw, die mij de weg moest wijzen. heb ik het via de brievenbus uitgebreid eh, geconverseerd. Wat een hele wonderlijke ervaring is. Hè? Dat je door de brievenbus. Eh, nou ja. Zo, hoe, hoe ging dat dan? Zij zo even... ging dat Ik heb de gekste dingen meegemaakt. Jij vroeg aan haar ik, ik was verdwaald in Duiven. Moest ik ook een had om lezingen. Ja, die beginnen om acht uur. Nou ja, zolang het een beetje, een beetje ligt is het een, vaak geen probleem. Maar zo schema, dat is ook een helft van het jaar. Of wel. En daar, nou, onlangs nog, maar dat zal ik zo vertellen. Omdat als ik mensen aanspreek op straat in vallende schemen. Vooral als het jonge vrouwen zijn. Dat je ziet, ook al voor de affaires van de laatste weken, dat je meteen een, een doodsangst in hun ogen ziet. Oh god, mijn laatste uurtje heeft geslagen. Een, een, een dikke verkrachter. Zou ik hem er nog uit kunnen lopen? Nou, misschien net. Maar ik moet wel zorgen dat ik, dat ik in ieder geval op de fiets blijf voeten. Op de trappers voor het geval die ineens een gruwelijke sprong in de richting van mijn fysiek maakt. Dat zoiets. Zulke, zulke ideeën. Ja, eh, dus het was heel lastig. Op de, op, ik herinner mij, dus verdwaald in Duiven. Ik moest dan naar een cultuurcentrum, voor zover ik me kan herinneren. Eh, en ik vroeg aan twee hardlopende meisjes, die ook zo zo'n blik hadden van... Ja, eh, de weg vragen, maar eh, dat gaat over hele andere dingen. En dan zei ik, weet u misschien waar het cultuur... Nou, het cultuurcentrum was er nog nooit van gehoord. Het bleek aan de andere kant van de straat te zijn. Dat je ook denkt, hallo, zouden ze me nou misleid hebben? Misschien dachten ze dat ik een Duitser was, ik weet het niet. Precies. Maar hoe kon je je oriënteren dan in die tijd? Dat is het grote probleem. Je kon je niet oriënteren. Dus het was een beetje op de gok. Maar je ging natuurlijk wel een dus beter het voorbereiden. Wat ik nog wel deed, was dat ik een soort, soort langwerpige papiertjes had. En daar dus schreef ik dan de verschillende straten op. Ja? En of ik dan bij die straat naar links of naar ergens moet. En dan, soms kwam dat heel goed uit. Maar soms werkte het niet of had je het verkeerd genoemd. op die Maar dat, dan, dat deed je vooraf thuis, dan ging je natuurlijk ook. Ja, opstijden. dat deed ik ja. vooraf thuis. Want ja. anders vind ik het helemaal niet. Ja. Hè? Want je moest natuurlijk ook het, het, laten we zeggen, het hoofdwegensysteem. Precies. Dat ja. Het gevolg was natuurlijk wel dat je een veel betere kijk had op de topografie van Nederland dan moderne mensen, jonge mensen, want die hebben eigenlijk geen idee. Nee, maar het kost wel heel veel tijd. He, dus als ik zou zeggen van, nou ja, we zitten hier in Utrecht, jij moet straks naar Breda voor een, een korte lezing. En dat je zegt, nou ja, je zet dat ding aan, maar je hebt geen idee of je naar het noorden moet of naar het zuiden, westen, oosten. Noorden. Dat leer je toch op de middelbare school nog steeds wel? Die, uh, wat nou, daar zou je je lelijk in vergissen. Hè? Als er bij de slimste mens nou één dramatisch lacune is, dramatische lacune is, dan is het wel topografische kennis. Ik weet niet wat ze op die lagere scholen uitspoken. Ik weet ook niet wat ze op die middelbare scholen uitspoken. Kijk, dat, je hebt de bekende redenering, hoe is het mogelijk dat jonge mensen niet kunnen spellen, niet weten waar India ligt. En zo kunnen we nog wel een hele waslijst van merkwaardige gebreken opnoemen. Maar dat, dat kunnen ze helemaal niet helpen, die kinderen, die zijn niet, dat is natuurlijk een andere reden, dat mensen tegenwoordig veel stommer zijn dan vroeger, nou ja, hoe aan dat dat volstrekte kletskoop moet zijn. Ze hebben een aantal dingen niet geleerd. Ons onderwijs schiet op een aantal relatief simpele punten ernstig tekort. Denk aan de spelling, je kunt ook zeggen, ja, spelling. Niemand wist precies in de 17e en 18e eeuw hoe de spelling ging, dat is ook maar... Het is ook maar een afspraak die ook voorkomen willekeurig is. Als je achter het werkwoord staat, komt er geen T achter. Dat is natuurlijk voorkomen geschrift. Mm. Daar begrijpt iedereen. Maar goed, het is nou eenmaal zo. Ja. En, als je niet kunt spellen, het maakt wel een hele arme, dierige indruk. Want zonder dat je eigenlijk dom bent, maak je toch een domme indruk. Mm. Net als je niet weet waar... Ik noem maar wat op windschoten ligt, dat is toch vrij stom. Ja, maar dat zeggen alle generaties, hè? alle ouderen. Daarom, dus daar moet je rekening mee houden. Je moet het ook die mensen niet verwijten. Je moet het verwijten aan het schoolsysteem. Het zijn alle dingen die er vroeger werd dat er lekker in gestampt. En tegenwoordig niet. Ik heb begrepen dat de plagescholen in feite 27 of 37 leerdoelen zijn. Terwijl natuurlijk het fijn, dan gaat het misschien over vier leerdoelen waar je iets van moet weten. Namelijk lezen, schrijven, rekenen. En een heel klein beetje aardigskunde, zou ik zeggen. En wat mij betreft ook een heel klein beetje geschiedenis. Mm -hmm. Daarbij al een heel end. Hè? Al die andere leerdoelen en ook, wat is natuurlijk weer, emotionele intelligentie. En allerlei andere moderne kletskoek. Daar moet je dus liefst maar niet aan beginnen. Mijn kinderen hadden ook voortdurend kringgesprek. Hè? Waar je ook denkt, nou ja. Ik ja, ging gesprek. Wat natuurlijk niet ging over de lesstof, dat begrijp je. Nee, ja, maar de focus ligt ergens anders nu. Ja, maar daar ben ik niet zo'n voorstander bij. van Dat die focus ergens anders ligt. Nee. Ik zou zeggen, schrijf die focus weer terug naar de primaire leerdoelen. Hm. En hou op met die onzin. Ja, maar jij gaat nu ook maak je ook gebruik van GPS. Jij gaat nu niet in het boek uh, dat helemaal opschrijven. Zeker, ik maak ook gebruik van het GPS. Dat is waar. Maar omdat ik een ouderwets iemand ben en ook een bejaarde man kijk ik eerst even op mijn grote computer waar het is. Ik kijk even aan hoe het gelegen is. Laten we zeggen hoe de, hoe de structuur van de omgeving is. En dan in de auto typ ik inderdaad gewoon in. En soms werkt dat, soms kun je het niet vinden. Ik ging wel eens een lezing over de DDR houden er ergens in. Of weet ik, een bargen of zo. Nou ja, ik had het allemaal ingetipt. Was keurig op tijd, zoals gewoonlijk. Eh. En nou ja, op een gegeven moment zegt dat systeem van u bent uh, gearriveerd op uw bestemming, weet je wel. Ik kijk naar rechts, waar de bestemming, uw bestemming is rechts. Ik kijk naar rechts en wat zie ik het Amazone-oerwoud. Ondoordringbaar struikgewas, je hebt geen idee. Dus ja, ik denk dat is wel heel gek. Dus nou ja, er kwam ook weer een jonge vrouw, op een of andere manier is dat een noodlot wat mij achtervolgt op een fiets. Dus ik. Ik zei, mag ik u iets vragen? Zij bleef op afstand, zal ik maar zeggen, en voor het geval ik mijn, mijn eh, pistool tevoorschijn zou halen voor een gericht schot waarschijnlijk, of wat ik ook maar van plan was. En toen ja, het bleek dat, het, dat dat ding waar ik naartoe moest, was daar wel, maar achter dat ondoordringbare struikgewas en de ingang voor het struikgewas, die was honderden meters verderop. Maar ja, dan sta je daar met je dracht ook. Het was donker geworden. Vandaar natuurlijk dat die jonge vrouw ook dacht: Oh, godte god. Mijn laatste uurtje heeft geslagen. He? Ja. Dat denken ze altijd als ze mij zien. Ja, ja het is wel vaak inderdaad dat het dan. Dit, dit, dit komt je denk ik vaker voor op die navigatiesystemen. Dat je denkt, zeker in drukbevolkte gebieden: van waar is dat nou precies. Uh... Ja, maar goed, je hebt dus ook daar. Omdat het niet meer hoeft. Is, is ook die topografische kennis, als je het al geleerd hebt. Is al lang versleten, omdat je gewoon op je telefoon die boel intypt en, en klaar ben je in ja, feite. Maar ik denk wel dat iedereen. En dan weet... heb je erbij allerlei gratis systemen, die ook nog aangeven hoe lang de file gaat duren, enzovoort. En ik herinner me nog dat de taxichauffeur zei: Ik heb nu een systeem, uh, taxi 19.000 was dat, en die reed dan van Hilversum naar de Franse Halstraat. nou, dat oude, geloof ik niet. Ja, stom natuurlijk, maar het werkte perfect. Dus er zijn wel op... kleine puntjes waar ik meen dat mijn route beter is dan die van het GPS-systeem. Dat komt natuurlijk ook omdat dat het uh, vaak berekend is op zo snel mogelijk naar de, de hoofdwegen toe. Hè? Waardoor je wel leuke afsnijdingjes niet, uh, nee. niet gebruikt wordt. Jouw methode of het GPS-systeem? Nee, ik, mijn, mijn zijn handige afsnijdingjes. Ja, oké, okay, dat snap ik. Ze zeggen ook bij, bij Google bijvoorbeeld dat, dat, dat daar een commercieel belang achter zit. Hè? Dat, dat zou dat... kunnen, dat is zeker. Ja, je moet, je moet ze nooit vertrouwen. Nee, hè? dat ze bijvoorbeeld zeggen... Er ja, is goed nieuws trouwens, het gaat slecht met Facebook. Hè? Ja, die zijn enorm gemist. Man, 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 dat zijn die geduikeld. Ja. Hè? En hoe komt dat? Omdat Apple een heel ander systeem ingevoerd heeft op zijn telefoon. Ja, neem ons even mee voor de mensen die het gemist hebben. Wat is dat precies gebeurd? Want ze zijn enorm ge gezakt op de beurs. Ja, dat kwam omdat ze bekend maakten dat ze voor het eerst uh, mensen uh, verleden verloren. Ik weet niet hoe noem je dat bij Facebook? Vrienden. Vrienden. Okay. Ja, je kunt vriend worden van elkaar. Anyway, ze hebben, <laughs> voor het eerst hebben ze mensen verloren. Dat is voor het eerst sinds 18 of jaar. Gebruikers, ja. Of gebruikers, Of gebruikers. Ja. ja, laten we er maar gebruikers van maken. Voor het eerst sinds 18 jaar hebben ze uh, gebruikers verloren. Uh, het blijkt dat uh, Apple op zijn iPhone een systeem heeft uh, gezet. Bij een van de laatste wisselingen van de, van de software. Want je weet dat je heel regelmatig. Zo'n update, ja. Ja, kan, maar heb je zo'n update. Waarom moet je dan eigenlijk je iPhone verbinden met het, met het elektriciteitsnet? Soms wel, ja, om hem te installeren. Ja, maar waar is dat voor? Ja, ik denk voor de energie die je gebruikt om dat op te zetten. En soms is de accu dan misschien net niet helemaal vol. En dan uh, oh, heb okay. je dat. is schoon nodig. Je wil natuurlijk niet dat hij midden in zo'n update uitvalt. Ja. Nou goed, je hebt tegenwoordig, als je dat bij dat. Bij dat uh, dat mechanische wieltje, kijk, daar ja. heb je ook een punt. En daar staat of je, of je die, of die, die hele trekkerij, of je die aan wil zetten, ja, ja of nee. Advertentie, persoonlijke ja. advertentie. En dat kun je uitzetten. Heb ik natuurlijk uitgezet, dat nou, ja. begrijp je ook wel. Ja. Wat heb ik ook uitgezet bij Safari. Eh, die Safari meldt eh, elke week, eh, deze week hebben wij 96 pogingen om je te trekken, hebben wij eh, onschadelijk gemaakt. Nou, ik weet niet precies wat de tekst is. Nou, daar ben ik natuurlijk een grote, warm voorstander van. En nou ja, volgens, uh, uh, volgens Zuckerberg scheelt het deze maatregel van Apple, ja. die nogal werk maakt van privacy <coughs> en dat je er een last van moet hebben enzovoort, scheelt ze 10 miljard dollar per jaar. En nu gaan ze, als ik het allemaal goed heb begrepen, WhatsApp een beetje opleuken en dan kunnen ze daar eventueel de, de verloren centen weer mee terugverdienen. Of hoe heet dat andere programma wat ze ook Instagram. hebben? Instagram. Instagram, ja precies. En dan hebben ze nog reclame van TikTok. Hè? Ja, dat is de, is de concurrentie, hè? Ja, dat is ja, het programma wat Xi ping elke avond afluistert, natuurlijk. Hè? <laughs> krijgt er, elke avond krijgt hij uitgebreide berichtgeving. Die kindertjes in het Westen allemaal nu wel al niet hebben zitten bekijken. Ja, maar denk daar, ik. Daar leven die bedrijven natuurlijk van. En... Ja, daar leven ze van. Dus het is een hele interessante ontwikkeling, want je begrijpt, ik hoop dat dit een. Een, een, een draaipunt is. En dat, dat het met Facebook steeds slechter en slechter zal gaan. En dat, dat het ook besmettelijk zal zijn. God, heb je het gehoord? Maar tante Truus is van Facebook af. Oh, nou, dan gaan wij ook, de, nu we gelukkig Tante Truus niet meer kunnen lezen, gaan wij ook van Facebook af. Ja, maar Tante Truus gaat dan naar een ander ding. Dus ja, oké, okay, dan gaat ze naar een ander ding. Maar hoe met met de waarschijnlijk dezelfde ziekteverschijnselen zullen voordoen. Maar het, het doet me toch genoegen. Dat het slecht gaat met Facebook. Ja. De medewerkers bij Facebook die hadden ook vrij gekregen. Zuckerberg had gezegd van ga maar eventjes lekker op verlof. Dan, oh. uh, ook en... mensen die tegen burn-out verschijnslaan zitten neem maar eventjes vrij. Dus hij probeerde er wel alles aan te doen. Burn-out om... is ook zo wat, ja. Maar nou, je moet er denk ik wel hard werken daar. Bij die bedrijven. Niemand die je dwingt bij die bedrijven te werken toch? Nee, er ook ik genoeg weg. dat je dat goed verdient, dat wel. Maar dan kan je garanderen dat er massasbanen te vinden zijn waar je helemaal niet zo verschrikkelijk hard hoeft te werken. noem er eens één, een, de universiteit? Zei, nou, in mijn tijd in ieder geval, dat is helemaal veranderd. Ik het wel eens over gehad, toch? Ja, ja, ja. Ja, ik zou zeggen, de jaren zeventig. Nou, dat was echt relaxen. We ja, een collega van mij die was net gepromoveerd. Na jaren en jaren onderzoek. zullen geen namen en onderwerpen noemen, want anders is het traceerbaar. En, en bij, degene, bij zijn promotor, dus een, een prominente hoogleraar aan het instituut, die zei van, oh god, dan moet ik ook de naam nu niet gebruiken, die zei, zo Piet, kun je ze eens dus een paar jaar rustig aan doen. Dat vond ik wel komisch natuurlijk. Ja, dat is sinds de, het, de omslag kwam in de jaren tachtig. En, en het is tegenwoordig ook zo'n afschuwelijk systeem dat je voortdurend moet bewijzen dat je van alles hebt gedaan. Je begrijpt waar dat toe leidt. Namelijk enorm veel bewijs, wat niet veel meer is dan aan Lucht natuurlijk. Had jij die... ja, dus als je een artikeltje schrijft, dan knip je het in vier, zodat je het vier keer kunt publiceren. Ja, heb je die adblokken nog uh, op je computer kunnen installeren? Nee, dat heb ik nog niet gedaan, maar dat ga ik nog wel doen. Want dat heeft ook te maken met het traceren van. Ja, dat zijn die zwarte overhemden ja, die precies. voortdurend verschijnen. Dat is echt een heel vervelend verschijnsel. U zou zich moeten schamen, Big F, lulde behanger Napoleon uit Brabant.